Vandaag zijn we weer terug op One Chess en ik heb een hele leuke gast. Ja, dat ben namelijk ik. Ja, en Giel, ik dacht, ik heb iets heel leuks. Jij mag vandaag hier komen wonen. Gezellig. Nou, dan is dit mijn bed. Ik claim nee, gelijk even het hele huis. Nee. Dit is de pro-spelers en bed. Kijk, dit is mijn bed. En jij mag je eigen huis bouwen. Jij mag gewoon op jezelf gaan wonen. Oké. Dat is Luc. Alleen, ik zie het trouwens allemaal paarse blokken al. Maar Giel, er is iets heel belangrijks vandaag gebeurd. Want jij bent echt bij de leukste aflevering, denk ik, tot nu toe. Oké. Nou, vertel. Ik ben heel benieuwd. Maar ik zal eerst even aan jou uitleggen wat we überhaupt aan het doen zijn. Je hebt hier een chest en zoals je ziet zitten er nieuwe spullen in. Wat? Oké. Die spullen kunnen we allemaal pakken. Er zit ook een groen bed in. Helaas niet paars. Het spijt me, Giel. Maar deze... Ja, ik heb wel paarse kleurstof al gevonden. Oh, dan kan je dat bed paars maken. Maar deze chest die reset dus elke Minecraft dag. Dus als er een Minecraft dag voorbij is, dan reset dus ook deze chest. En op deze manier heb ik dit allemaal al gebouwd wat je nu ziet. Behalve dan, behalve die grote gebouwen daar. En de border is vandaag groter geworden, Giel. En daarom heb jij heel veel geluk, want... Volgens mij kunnen we naar deze gebouwen toe. Oké, zo ziet het er wel naar uit. Ja, we kunnen helaas nog niet naar die draak daartoe. Maar voor elke 100 likes wordt de borden 1 blokje groter. Dus doe snel je duimpje omhoog. Oké, Giel, jij mag kiezen. Dit gebouw of die grote toren? Wat wil je? Ik ga voor de toren. Oké, let's go. Ik volg jou. Oké, we gaan kijken. Want ik, als het goed is, denk ik tenminste, moeten er iets van chesten in zitten. Oké, Giel, ja, we moeten even de ingang zoeken. Oh, ik zie hier al gelijk eten. Let's go. Oké, dat is super. Oh, dat is top. Oké, dat neem ik even allemaal mee. Nou, Mick, ik heb een eigen ingang gemaakt. Oké, dat kan ook. We hadden trouwens allemaal tools in de kisten, maar die hebben we niet meegenomen. Nou, maakt niet uit. Oh, ja. Ik heb sowieso helemaal niks, hè. Maar hier was de ingang, Giel. Oké, ik zie hier nog meer hooi. Die neem ik even mee. Geloof me, eten is heel erg fijn. Let's go. Hoi, haha, grappig. Oké, even kijken. Waar ben je nou? Oh, wat? Ik zie hier een chest. Oh, zie je wat in die chest zit? Let's go. Oh my god, grasblok is al de hele tijd wat ik zocht. En iron. En wat hout. Oké, neem jij dat hout mee. Ja, is mijn goed. Inventory zit vol. Ik gooi er even gelijk wat paarse dingen in. Dan kan jij die pakken. Kijk, alsjeblieft. Dit is allemaal paars. Dan kan je daar... Prachtig. Okay. En hier kunnen we omhoog. Hier is een ladder. Wat is hier? Laten we naar boven gaan. Mick, nog een chest. Oh, ik ga eerst de hooi meenemen. Oh, wat zat er in die chest? Hier zit weer allemaal iron en precies hetzelfde eigenlijk. Oké. Nou, dat grasblok is wel heel erg fijn, want dan kan ik eindelijk een farm beginnen. Dat is precies wat ik nodig had. Kan je hier nog meer omhoog? Wacht, er was nog een trapje, toch? Ja, er was daar verderop nog een trapje, inderdaad. Oké, laten we dat trapje ook even kijken. Let's go. En is hier niet nog een chest? Nee, helaas. Jawel, hierboven je. Oh, die had ik niet eens gezien. Goed dat jij erbij bent. Hier zit helaas geen iron in, maar ik neem het hout wel alvast mee. Er zit ook gras in. Wel gras. Oké, dat is super nice. Let's go. Oh, we kunnen echt veel omhoog. En er zijn echt veel chests. Ik zie hier weer een. Wat? Let's go. Die wil ik ook. Auw! Mijn god. Oké, dat ging bijna fout. Ja, het is lastig. Dat ging ook bijna fout. Oh, ik moet wel zorgen dat ik telkens weer op die ladder terecht kom. Wacht. Ik zit in de chest. Je moet de hele tijd naar beneden voor je geval. Nee. Kom op. Pak dit. Oké, ik heb alles in die chest. Giel, ik heb alles in die chest. Maar is dat wel de laatste chest? Ik weet niet. Waarschijnlijk, als het logisch is, zit er weer eentje helemaal boven, toch? Ik heb één hartje. En Giel valt van de ladder. Gelukkig span je op het eiland. Ik pak je spullen wel. Ja, ik kom er weer aan, hoor. Ja, volgens mij was dit alle kist, hoor. Dus ik denk dat we niet meer hoeven te kijken. Nee, dat denk ik ook. Ik zag er ook helemaal geen meer. Ik heb wel een... ik heb hier nog een kist, trouwens. Waar ik viel is ook een kist. Dat is nice. Wat goed. Giel, kan je me helpen? Ik heb geen eten meer, maar ik heb nog maar 2 hartjes. Kan ik dit dan? Dit kan. Nice. Giel, laten we even snel naar ons bed toe gaan. Want dan is er weer een dag voorbij. En dan wordt die chest ook weer gevuld, snap je? Oké. Ja, ik snap hem. Ik heb hem door. Even kijken. Hier zat dat gat ergens, toch? Waar zat dat gat? In het huis. Super nice, let's go. We hebben hier trouwens ook een koe, maar die gaan we wel even morgen vroeg meenemen. Als het goed is, jij zei... Nee, jij mag wel even in de pro-spelers in bed slapen. Ik denk dat hij dat niet heel erg vindt. Dat doe ik ook gewoon, hoor. Hier, hoppa. Ik ga ook even lekker slapen. Goedemorgen, Giel. Heb je goed geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb heerlijk geslapen. Kijk eens aan. Zo, trouwens.
trouwens, we hadden al 64 iron. Ja, de vorige video was met de pro. Oh, Mick, wat zit er in de chest? Wat zit er in de chest? Ja, we gaan kijken. Bam, let's go. Een waterbucket. Oh, wacht, ik wil juist een lava bucket. Een endportaal, dat is ook wel chill. Iron. Ik claim sowieso dit zwaard, man. Welk zwaard? Waar heb je nou een zwaard gepakt? Een stenen zwaard, dat is nog niet heel bijzonder. Nee, oké. Okay. We hebben 16 dirt, geloof me. Ik ben blij met dirt. Weet je, pak jij maar de rest. Misschien kan je het gebruiken voor je huis. Ik ga even kijken of ik nou in een van die kisten nog eten heb. Eten. Ik heb namelijk heel veel honger. Ik heb hier raw rabbit. Maar hebben we al Zal ik gewoon maar beginnen met het bouwen van mijn huis dan? Of? Ja, ik ga maar beginnen met het bouwen van je huis. We moeten ook nog dat daar checken. Oh ja, dat is waar. Ik hoop dat we iets van cobblestone krijgen trouwens. Want dat heb ik ook nog steeds niet. Oké, okay, wacht. Oh, dus dit zwaard is eigenlijk heel zeldzaam. Ja, eigenlijk is dat zwaard dan mag je hem hebben. Dan ja, mag je hem. Dankjewel. Oké, okay, wacht. Ik heb hier eten gevonden. Heb je ook honger? Nee. Oké, okay, nou helemaal top. Jawel, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik heel veel honger. Ik heb nog helemaal niet ontbeten vandaag in Minecraft. Oh, nou, alsjeblieft dan. Dankjewel. Oké, okay, Giel, laten we nou even naar dit huis hier gaan kijken. En dan kan jij jouw ding gaan doen, ja? Ja, dat is goed. Oké, okay, let's go. Kijk, ik had hier een heel mooi pad gemaakt, maar ik kreeg die blokken helaas niet meer. Dus dit is het iets lelijkere pad. Oh, skeleton! Oh, skeleton. Nee! Oké, okay, pak hem. Oh, er zitten hier allemaal mobs binnen. Hoe gaan we dit doen? Laten we hier gewoon eventjes dit openmaken, zo, bam. Dit is echt niet handig. Oh, er zitten hier allemaal mobs. Oké, wacht, dit maken we ook gewoon open. En dan kunnen we gewoon gaan strijden. Kom op, Giel. Ik heb een zwaard trouwens voor jou gekregen. Ja, maar Mick, je moet ze afslaan. Oh, nee! Nee, Giel, ik ben gevallen! Ja, ik ook bijna. Er is hier een creeper op. Nee, maar ik ben gevallen! Ja, maar ik heb misschien niet al deze items meer. Nee, ik heb echt bijna geen items meer. Oh, nee. Oh, jij hebt best wel veel items. Oh. Ja, dat weet ik, maar ik ga ze even... Oh, oké. Dat is niet heel... Oké, er zijn heel veel mobs daar binnen. Waarom is daar nou eens het donker? Pak de rest van de items. Ik ga deze alvast ergens doen. Ja, ik ga het proberen. Kom op. Stop. Jongens. Laten we dit even niet doen. Waarom zijn hier nou zoveel mobs? Oké, die stenen zwaard, die ga ik wel even meenemen, Giel. Ja, doe dat maar. Ik ver gewoon met mijn hand, oké? Okay? Ja. Jij kan ze er afslaan. Dat zou dus kunnen. Oh. Vallen. Let's go. Nee. Dat zijn echt mega veel creepers. Oké, misschien moeten we gewoon eentje laten ontploffen en dan is alles dood. Kom op. Let's go. Nog één. Er is er nog één. Ja, maar die kunnen we misschien wel pakken. Oké. Er is al niet veel meer van het huis over. Nee. Jij durft, Giel. Er zijn er ziek veel meer. Oh, nee. Waarom zijn er zoveel mobs in? Er moet wel iets heel zeldzaams in zitten. Ik hoop het maar. Oké, ik heb echt maar 2 hartjes. Oh, dit gaat echt verkeerd, joh. Jongens, ik heb een goed idee. Hoeveel IQ heeft een creeper? Dat is de vraag. Bam! Let's go! Ja. Oké, dit is echt 3000 IQ. Ben jij... En nu doe ik het met dit, want dit sloop je veel sneller. Okay. Ik ga dan nog meer halen, ja? Ja, oké. Hallo, mobs! Komt u mee? Ik wil ook mijn spullen. Ik wil zo graag mijn spullen. Oké, let's go. Er komt nu een creeper, de hoek om Mick. Ik zou heel snel zijn. Ja, ik verstop me. Hallo, creeper en zombie. Komt u vooral gezellig kijken. Ik heb een idee. Let's go! Bang! Oké, dat was ook nice. Dat is ook slim. Ik val bijna naar beneden. Dit scheelde echt helemaal niks. Oh, mijn god. En weer een creeper en een skelet. Waarom zijn er zoveel mobs daar? Oké, Giel. Ik snap ook helemaal niks van. Ik heb je spullen. Het waren er niet veel, maar ik heb ze wel. Oh, nice. Oké, Giel, laten we gewoon naar binnen rennen en gewoon kijken of er iets speciaals in zit. Oké, ik neem gewoon alleen blokken mee. Oké, we gaan gewoon naar binnen rennen en we gaan het gewoon doen. Let's go. Oké. Eerste verdieping, laten we omhoog gaan. Kom. Er staat een creeper op het chest. Ja. Ik leid ze af. Het is lava. Kom, snel omhoog. Lava hadden we precies nodig. Nu kunnen we een cobblestone generator maken. Giel is dood. Hier zijn echt veel mobs. Oké, hierboven zijn geen mobs. Oké. Ik kom er weer aan. Ik heb echt een briljant idee, Giel. Echt waar? Ja. Oké, wacht. Ik ga deze hier kapot maken, dit hout. En dan ga ik met lava ze allemaal killen. Kijk, zo. Oké, pas op voor de lava, Giel. Ja. Ik ga ondertussen ook naar boven, wilde ik zeggen. Maar daar staat een creeper. Oké, ik weet niet of dit werkt, maar er is hier nu... daar is hier nog wel een creeper. Oké, Mick, kom helemaal naar boven, oké? Oké, kom op. Zo, kan dit niet? Ik ben hier. Ik ben boven je, Mick. Ik ben boven je. Oké, waar ben je? Ja, ik maak nu een gat in het dak voor je. Ben je boven mij? Kijk. Oh, mijn god. Oh, nee. Giel.
Ja. Ik ben dood en ik had eindelijk een bucket van lava. Oh nee. Oké. Maar het is niet zo sad als het is. Want we hebben nog iron en daar kan ik mee een bucket maken en dan kan ik dat lava. Ja, maar Mick, ik zeg niet dat je hierheen moet komen. Ja, ik weet het. Maar ik was even druk. Er waren heel veel dingen en beesten en zo. Oké, ik kom eraan. Ik kom op het dak, toch? Ja, hier is nog een chest. Op het dak is een chest. Oké, ik kom eraan. Ja, nee, je moet helemaal naar boven, naar het bovenste torentje. Ja, ik kom eraan. Mick, wat heb je gedaan? Het hele huis vliegt in de fik en ja. We moeten nog items redden. Ja, dit is geen slim idee, man. Nee, oké, ik kom eraan. Dit was nog best een mooi huis geweest om lekker in te leven ook. Oké, waar is die chest? Hier, kom. Oké, dit hele huis staat in de fik. Ja, dit is heel... Ja, daarom, we moeten opschieten. Okay. Hier. Oh! Wow, en een bucket of lava! Oké, Giel. Oké, Mick, verpest het deze keer niet. Hoe gaan we hier veilig leggen? Ja, volgens mij hebben we alle chests gehad. Ik denk dat we gewoon... Oh, god. Oh, nee. Oké, zo. Ja, dit gaat goed. Oké, kom Giel, achtervolg mij maar gewoon. Ja, en we gaan al, we verlaten het hier gewoon. Laat het huis maar lekker afpikken, dan zijn ook al die mobs weg. Oké. Ik heb dus nu een bucket of lava en ik heb een bucket of water. Dus we zouden nu in principe een cobblestone generator kunnen maken. Let's go! Oké, Giel, als jij lekker je huis gaat bouwen, ga ik even mijn cobblestone generator maken. Ja, is goed. Goed idee. Oké, ik pak gewoon het water hiervan. Let's go! En dan gaan we nu een cobblestone generator maken. En ik denk dat ik die hier perfect kan maken. Ik hoop het maar voor je, man. Ik ga eerst even op Google zoeken hoe ik hem ook weer maak, want ik vergeet dat telkens. Oké, ik heb het als het goed is gevonden. Oké, dit doen we dan zo. Ja, dit gaat helemaal goed komen, Giel. Ja. Dus als zeker. Jij nog cobblestone nodig hebt voor je huisje, ik ben de man. Oké, nou, kom dan met je cobblestone. Oké, wacht. Als ik dan zo, volgens mij. En, oh nee, nu heb ik een pickaxe nodig. Oké, ik hak het wel weg met mijn hand. Volgens mij hebben we geen pickaxe namelijk. Oh, dit gaat lang duren. Oké, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Zo. Okay. Ja, deze moet weg. Kom op, ga eens weg. Want dan is mijn cobblestone generator af. Bang. Oké, en dan doen we dit. Zo, en dan. Ja, let's go. Oké, ik heb een cobblestone generator. Oké, laat ik even een pickaxe maken. Ik kan namelijk al een iron pickaxe maken, want ik heb iron. Waar is die iron? Oh, daar is die iron. Oké, let's go. Bang, bang. Dan doen we de crafting table. Zo, maken we een iron pickaxe. En dan kan ik nu mega veel cobblestone fixen. Oké, deze kan ook weg als het goed is. En dan, pap. Let's go, we hebben eindelijk cobblestone. Oeh. Maar Mick, ik sta er wel echt van te kijken hoeveel paarse spullen dat jij had, hoor. Ja, ik krijg dat heel veel uit die chest. Vervelend, hè? Ja, zeer vervelend. Nee, dit is echt top. Dit is mijn roeping. Ja, jij bent echt... jij moet vaker deze afleveringen komen. Volgens mij wil de One Chest serie gewoon een tip geven dat Giel vaak langs moet komen. Ik denk het ook, inderdaad. Oké, Giel, weet je wat? Dat huis is best wel afgefikt. Ik denk dat er niet echt meer mobs in zitten. Ik heb in principe al de spullen weer hier gelegd. Ga jij maar lekker door met je huisje. Zo, het ziet er mooi uit, hoor. Ik ga nog even kijken of er wat chests zijn. Ja, goed idee. Oké, ik moet ook even wat blokken meenemen, anders gaat het me niet lukken. Oké, ik heb wat blokken meegenomen, let's go. Als het goed is, zijn alle mobs gekilled door het zonlicht alleen al. Dus dat is super nice. Bang, bang, bang. Zo, nu kan ik hierheen. Dat ging net goed. Oké, er gebeurde helemaal niks, Giel. Er gebeurde helemaal niks. Even kijken. Zo, echt alles staat hier in de fik. Why, yo. Nee. Ja, maar ja, dat is ook weer fijn. Oh, hier had je nog een chest, maar die had ik al gezien. Oh, daar is nog een chest. Maar voor de verder rest... Vliegen chest in de fik eigenlijk, Giel? Vast wel. Ja? 100%. Ja, ik heb geen idee. Oké, even kijken. Als ik hier omhoog ga... Het wordt wel weer nacht, dus dat betekent dat we weer kunnen slapen en weer een refill kunnen krijgen. Oh, maar hier... Oh, my god, er is nog één chest, maar die zit dus niet in de border. Mick, wat ben je mee bezig? Het hele eiland staat in de fik. Het eiland staat in de fik? Ja, omdat je lava bij je hout zet. Oké, kan je dat even blussen? Dat is zo dom. Oké, kan je even dat lava, dat hout vervangen? In ieder geval, deze world border moet nog iets groter, dames en heren. Want dan kan ik bij die chest, ik kan hem ook letterlijk niet openen. Dus doe even duimpje omhoog. Oké, ik kom eraan, Giel. Ik ga een brandje blussen. Ik heb de lava al gepakt, maar de ravage was niet leuk. Oké, ik ben dood. Nu is er een nog snellere manier dat ik hier ben. Oké, nee, dit is echt niet leuk, nee. Nee, ik heb de lava al weggehaald, maar... Dit was een beetje dom. Ik had daar niet zo op gelet, Giel. Nee, inderdaad. Ik heb hier wel de lava voor je. Het zit hier in de chest. Ja, ik plaats hier even snel wat quartz bricks, want die kunnen niet in de fik vliegen. Ja, daar zit hier nog zoveel in de fik, hè. Het is echt niet meer leuk. Oh my god, Giel. Je had geen zeldzame spullen, hoop ik, hè? Nee, jawel. Alle paarse spullen had ik. Maar ik heb in ieder geval wel mijn huisje af, dus dat scheelt. Oké, dat is wel nice. Daar, zet er maar nog een sign op. Giels huisje of zo.
Zodat als de pro nog een keer langskomt, dat hij niet hier binnen mag. Nee, precies. Oké, kan ik hier een blok nog plaatsen? Zo. Oké, dan moet ik deze even wegplaatsen. Waarom is deze niet in de fik gevlogen? Oké, en hier nog eentje. Boom. Oké, volgens mij is dit wel genoeg. Volgens mij kan er nou niks in de fik vliegen, toch? Nou, ik hoop het niet. Oké, let's go. Dan halen we deze weer weg. En dan die lava bucket. Waar had je die gelegd? Oh, hier. Let's go. Oké, en dan plaatsen we die weer hier. En dan werkt de cobblestone generator weer. Oké, Giel, ik pak nog even één keer alles uit de chest. Laten we dan snel nog even gaan slapen. Dan vult de chest nog een keer. Oké. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Zo, hey, de chest has been refilled. Oké, let's go. En wat zit erin? Oh, een diamond pickaxe. Een totem of een dying. Dat komt heel erg goed van pas voor die cobblestone generator nu, hoor. Oké. Ja, precies. Ik kan nu super snel met deze diamond pickaxe dit allemaal weghakken. Je hebt er ook niet van geleerd. En er staat hier nog steeds een boom en hier een hele hoop hout. Dat moet wel... Anders fikt het af. Nee joh, dat raakt hij toch niet meer. Maar dat zou nog wel kunnen, deze blokjes. En dan zeg maar, als dit blokje in de fik staat, gaat je huis in de fik. Heb je helemaal niks meer over. Nee, ik fix het al. Zo, hoppakee. Ik vind dit prima. Oké, Giel, geef eens een mooie house tour. Nou, hier kom je zeg maar binnen en dan heb je hier mijn huis. Oké. Moet er niet een mooie bed in of zo? Ja, klopt inderdaad. Ik heb hier al wel een bed. Oh, je had al een bed. Oké. Nee. Ja. Oké, ik vind het prima. Ik doe net alsof ik niks heb gezien, oké? Nou, nee, Giel... ik maak het even duidelijk nog. Giel zijn bed, zeker. Misschien hier. Bap. Ja, Giel zijn bed. Oké, Giel, jij mag hier gaan wonen op de One Chest. Ben je er blij mee? Zeker. Dit was weer de One Chest video voor vandaag. Wil jij mij zoveel mogelijk helpen, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Want bij elke 100 likes wordt de border 1 blokje groter. En dan kan ik dus bij die speciale chest waar ik nog niet bij kom. Dus doe dat zeker, doe dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je de volgende aflevering niet wil missen, want ik upload elke dag een video om 4:30. Wil je nog de vorige video van One Chest zien? Klik dan snel op deze video. Ja, hier speelde ik One Chest met de noob en geloof me, dat was echt mega hilarisch. Dus klik snel op deze video als je dat wil zien. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is Mick out.